Auw! Precies op dat stroombordje, jongen. Dat is niet fijn, joh. Dat is niet fucking fijn. Hoe is Gucci? Mijn naam is natuurlijk Steve Vechter en super tof dat jij nog steeds kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over hoe maak jij een jongen nou jaloers. Dus jij wil weten hoe jij een jongen jaloers maakt? Oké, als allereerste een jongen jaloers maken is echt niet slim. Want hij kan daardoor ook, als je al verkering hebt, het uitmaken en zo. Maar soms moet het gewoon. Want soms ben je even in de relatie op het punt dat je denkt van oké, ik moet mijn vriendin even zo jaloers maken. Niet dat ik nu een vriendin heb, maar als ik een vriendin had. Toen ik een vriendin had. De tijd dat ik nog iemand kon fixen. Toen had ik een vriendin. En toen had ik soms wel het idee van ik wil even jaloers maken. Oké, ik had deze video helemaal uitgetypt. En toen zag ik ook de andere YouTubers deze video hadden gemaakt. Maar hey, boeien. Ik geef ze gewoon een shout-out. Linkje staat in mijn beschrijving van hun video's heen, want dat is wel zo lief. En nou kan ik geen reactie krijgen van dit heb ik gestolen. Oké, de allereerste is als jij een andere jongen complimenten geeft terwijl ik of zo erbij sta, weet je. Kijk, stel ik vind jou echt leuk, maar je geeft die andere jongen echt complimenten van oh, je bent zo knap, je ziet er goed uit en allemaal van die dingen. Ja, dan ga ik echt denken van dan denk ik echt van, oh shit, ze vindt hem leuk, mij niet. En waarom mij nog niet? Want, waarom mij nog niet? Gaat het zo in je hoofd. En ja, dat willen we natuurlijk niet. Dus als jij een jongen jaloers wil maken, of je vriendje, ga gewoon naast hem staan. En ga tegen een andere jongen zeggen van, oh, je bent best wel knap. Ik weet niet of het slim is. Ik denk het eigenlijk niet. Maar hey, het helpt. Dus ik zal het gewoon doen dan als jij denkt. En niet mij de schuld geven, want... Oké, als je een jongen gewoon even jaloers wil maken, maar ja, hey, je bent niet bij hem of zo, is nummer 2 echt heel handig. Dat is, ga op WhatsApp en ga hem gewoon negeren. Stel, hij stuurt je een appje van, weet ik veel, hoe was je dag? Druk erop, maar reageer er niet. Dan denk je echt van, waarom reageert ze nou niet op mijn berichtje? Ik vind het... Oké, reageer gewoon niet op het berichtje, laat je blauwe vinkjes juist aan. Of zet ze uit, want dan denkt hij vooral, oh wacht, ze drukt niet eens op mijn berichtje. Dat is echt heel erg, maar ik zal het gewoon doen van, ja, gewoon die blauwe vinkjes. Ik denk dat hij jou helemaal onder gaat spammen of dat hij jou gaat bellen van, hey, kut, waarom neem je nou niet op? Nummer 3 is praten over een andere jongen, hoe leuk die is. Stel, ik ben met jou aan het chillen, ja? En we zitten gewoon samen en ik vind jou echt leuk. En dan ga je ineens praten over een andere... En dan ga jij ineens praten over een andere jongen hoe leuk die is? Ja, hey, dat kan echt niet door bij mij, want dan denk ik echt van... Ik vind jou leuk en jij vindt dus een andere leuk. Kijk, stel jij kan mij dan nog steeds leuk vinden, maar je zegt gewoon hoe leuk een andere jongen is. Hoe gezeg je daarmee hebt. Dan gaat bij ons belletje zo van... Ping. Shit, ze vindt iemand anders leuk en ja, dat is... Oké, dit is zo irritant als dit gebeurt. Dit is het irritant als het gebeurt. Dit vind ik echt zo vervelend. Stel ik ben met jou op weg. Gewoon ergens heen. En ik vind jou leuk. Alleen jij komt een jongen tegen die je kent. Dan ga je mij negeren en dan ga je heel met hem om. En je blijft bij hem. En dan echt van, ja Steven komt zo wel. Blablabla. En dan zit ik echt van, ja maar ik ben met jou uit. Ik doe iets met jou, weet je. En jij gaat gewoon heten naar die jongen. Op zich is het echt een goede truc. Want ik zit echt van, vindt ze me nog wel leuk of vindt ze hem leuk, weet je. Want, oh jongen, als een meisje dat bij mij deed, ik werd altijd zo... Ik ging bijna dood binnen. Waarom is Niall Horan bij mij op mijn beeldscherm? Dat willen we niet. Kst. Dus laat even achter in de reacties hoe een jongen jou jaloers maakt. En voor de rest welke jij nou het beste vond om te gaan doen. En welke jij me zo een keer hebt gedaan. Vond je deze video leuk? Zorg dan zeker voor dat je even... Dat betekent abonneren. Wat? Wat doe je dan? Druk dan even nu meteen op een belletje, man. Dan krijg je altijd een melding als ik een video upload. Want wie wil dat nou niet? Echt super tof dat jij deze hele video hebt uitgekeken. Echt. Voor je. En dan zie ik jou met je leuke kopje natuurlijk weer later.